Kijkers, u kijkt weer naar Kleurnet. We spreken vandaag met Helene de Mul. Zij is van Amsterdam Anders, de Groene. En we gaan het even hebben over de opening van de Afrika-haven. U weet dat gebied wat een haven geworden is waar de ruigorders plaats hebben moeten ruimen en een heel groot natuurgebied plaats heeft moeten maken voor deze haven. Helene, bedankt dat je in de studio bent. Jij hebt ook eens een tijdje gevochten voor of geholpen met de ruigorders te steunen. Ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk dat die mensen daar kunnen blijven. Ja. Op dit moment zijn er dus ook plannen gemaakt door een aantal ruigorders om daar te kunnen blijven en om een atelierruimtes te realiseren. Om een ecodorp te realiseren, er zijn ook plannen voor, maar daar moet nog een plek voor worden gevonden. Leg je even uit aan de kijker het verschil tussen, ze willen een ecodorp. Ja. Een ecodorp houdt in? Nou, dat je dus samen wonen, werken en recreëren combineert. Ja. Dat is de ultieme vorm van compacte stad en dan in dorpsvorm. Nou ben ik daar een paar weken geleden geweest, Helene, en ik heb gezien dat ze eigenlijk alles is water geworden. Dat hele kleine dorpje is maar misschien een vierkante kilometer. Ja. Ja, het is dramatisch. Meer is het niet. Dramatisch, ja. Jammer, maar de grote ontwikkelingen van begin jaren 60 ingezet, die konden niet meer worden gekeerd. En daar is natuurlijk heel veel werk verzet om toch zoveel mogelijk het belang van die mensen, die samenleving, die vrijplaats, duidelijk te maken. Er zijn ook achteraf... is er nu ook relatief heel veel aandacht voor de Afrikahaven, voor de ruigorders, dat ze het heel erg goed hebben gedaan. Jammer genoeg heeft de natuur het moeten ontgelden. Vooral de samenleving, de gemeenschap van die ruigorders in combinatie met die natuur was uniek. Ja. En dat is nu verloren. Ja. Wat mij ook opviel is dat er een heel groot, een groot stuk voor de jongeren ook is weggenomen. Hè? De jongeren vanuit Amsterdam die daar dan één keer per jaar werd daar in de zomer met name, werden daar grote kampeerplaatsen georganiseerd. Ja. Er zaten echt wel duizenden kinderen die zaten daar, konden daar zwemmen, konden daar dansen, konden daar open vuur maken. Ja. Dat is allemaal weg. Ja. Ja. Nou, dat zou dus heel fijn zijn als dat ergens anders weer mogelijk zou kunnen worden. Waar zien jullie dat? Het was niet alleen voor Amsterdammers trouwens. Ja, nee, precies. Voor een groot deel van Nederland. Landelijk en zelfs uit de hele wereld. Ja. Het is gewoon, een heel bekende plaats. Ja. Waar dat zou moeten gebeuren? Ja, er zijn diverse plannen. Maar dat zou toch wel in de omgeving van Amsterdam moeten, vind ik. En wat zijn de plannen? Wat gaat er rond? De ruigorders hebben er zelf ideeën over. Ja. En dat wil ik verder niks over zeggen. Oké. Maar en als Amsterdam Anders, jij onder de Groene, wat zetten jullie je daarvoor in? Voor een plaats voor jongeren, een dansplaats, een plaats waar kinderen herrie mogen maken, waarin ze uit hun dak mogen gaan? Nou, het unieke van die plek van Ruigoord was dat het buiten was en dat het een vrijplaats was. Ja. En als wij kunnen realiseren of mee kunnen helpen aan het realiseren van zo'n nieuwe plaats, dan doen wij dat heel graag. Dus wij zullen er zeker voor inzetten. Maar dat er gedanst en gehoust kan worden, dat is natuurlijk dat wordt al gedaan. Er zijn diverse plekken. We hebben hele grote gebouwen waar dat kan. En dat is op zich prima. Maar dat is heel iets anders. Laten we dat even het verschil maken tussen dat soort plekken, waar iedereen massaal naartoe gaat en ook af en toe wel eens gebruik maken van gedrogeerde middelen. Mm-hmm. Nou, dat is dus iets anders dan die vrijplaats die er was bij Ruigoord. Ja. Want dat waren mensen die vooral wilden genieten van goed gesprek, creatieve ideeën opdoen, kunst en natuur. Ja. Nou is er een verschil. Je zei, er wordt ofwel aan een ecodorp gewerkt, ofwel aan een kunstenaarsplek. Ja. Waarin ligt het verschil? Want je zegt recreëren, wonen en leven, ofwel alleen ateliers? Nou, het zou dus allebei moeten. Ja. Want op de plek die er nu nog is, blijven er ateliers. Het zou het mooiste zijn dat er zoveel mogelijk is.
En dat er in die ateliers dus ook vrij gewerkt kan worden. Hm. En dat het niet dure ateliers worden. Maar gezien de ruimte, waar zou dat moeten gebeuren? Want ze hebben daar een aantal huisjes staan. Het is een vierkante kilometer zo'n beetje. Wat ik heb gezien, is er eigenlijk geen ruimte meer. Nee, dat is het jammer. Er is heel weinig ruimte. Ja. Maar de haven, indeling van die haven moet zodanig zijn dat er zoveel mogelijk ateliers kunnen gerealiseerd worden. En dat is nog iets discussie over plaats kan vinden. Maar de ruigoorders die proberen zoveel mogelijk hun belangen te behartigen. Ja, en ze hebben hun best gedaan met het belangen behartigen issue. We gaan eens even kijken, beste kijkers, hoe de Afrika-haven geopend is vandaag. U ziet de boot, u ziet de Afrika-haven zelf. En ik bedank Heleen voor het komen naar de studio. Graag gedaan. Oké. Okay. Stinkt wel als een neet. De Afrika-haven. Meer dan 25 jaar geleden begon de planning. Ruigoord bestaat al 25 jaar als artiestenkolonie. Maar de regenten hebben gewonnen. Maar wat wij vooral willen laten zien is de tegenstelling. Tegenover het havenbedrijf, tegenover de economen, tegenover de mensen van de planning, de mensen van de brede visie staan de mensen van Ruigoord, de artiesten, de mensen van Groenoord, die dit gebied, nu weer zand en industrieterrein aan het worden, een ravage, maar de mensen die dit gebied toch een beetje als een nieuw natuurgebied hebben gezien. U ziet hier de regenten. Dales heeft feitelijk niks gedaan voor de haven en Van Kemenade, de man die als commissaris van de koningin natuurlijk deel was van het feest. Maar hier ook de verliezers. Vrijhaven Ruigoord. De mensen die heel bescheiden en ver buiten het zicht van de feestende mannen in netten pakken, aan de andere kant van de haven, op wat drums, hun verdriet lieten zien. Regenten tegenover artiesten. Regenten tegenover alternatieven. Economie tegenover ecologie. Ruigoord, de officiële opening van de Afrika-haven. En daarmee eigenlijk ook het finale verlies van de Groenoord-Ruigoord-beweging. Er rest nog een enclave. Er zijn mooie plannen om Ruigoord toch nog als kunstenaarsdorp en als ateliers voor in het idee van een vrijplaats te behouden. Maar de Afrika-haven komt er. De drums van Ruigoord, een soort dodenwaken.
terwijl het beeld van Geertruide, de beschermengel van Ruigoord, de beschermengel van de beschermheilige van de kerk en plaats heeft gekregen, uitziend over de Afrikahaven. En de vlag van Ruigoord, dat oude symbool, een symbool wat teruggaat op hele oude Qatarse historie. Een eeuwenoud, millennia oud symbool, wappert over Ruigoord en over de Afrikahaven. Wordt daar zeer feestelijk aan de andere kant van de Afrikahaven de zaak officieel geopend. En er is zelfs sprake van wat bescheiden vuurwerk. Bescheiden, en dat is passend. Er zijn wat rookpluimen, er is een boot voor de pers. En dan vaart de havendienstsleper met de heren Dales en de commissaris van de koningin van Kemenade officieel voor het eerst door de afsluiting van de Afrikahaven. Het is wel triest voor meneer van Kemenade dat wij van Kleurnet eigenlijk als enige dit rapporteren. Want van Kemenade was degene die via allerlei, en ik noem dat maar gerust, corrupte en lafhartige en achterbakse methodieken, en ik spreek uit eigen ervaring, heeft gezorgd dat er in Noord-Holland TV Noord-Holland kwam. Maar waar is TV Noord-Holland? Waar is AT5? Ruzie maken over binnen wiens gebiedje dit zou vallen, geloof ik. Dat moet triest zijn van Kemenade, want hij beweert dat het een fantastische samenwerking is. Vragen daarover wimpelt hij af. Vragen vanuit provinciale staten. En de duidelijke indicatie is dat er heel veel fout is gegaan. Dat de 32 miljoen die in totaal extra is uitgegeven aan TV Noord-Holland en AT5 over 2 jaar... gewoon niet goed besteed worden. En dat u als Amsterdammer en als Noord-Hollander eigenlijk nauwelijks iets merkt van wat TV Noord-Holland doet. Of anderszins wat er in Amsterdam gebeurt. Een hele rare situatie, en het is wel erg wrang voor meneer van Kemenade dat op dit feestelijk moment, want dat zou het toch moeten zijn, voor de havendiensten en vooral voor provinciale staten en de commissaris van de koningin, belangrijk stuk uitbreiding van de haven in hun visie van Amsterdam, economisch in ieder geval erg belangrijk, op dat moment is er niemand om daar verslag van te geven. Een beetje een downer voor meneer van Kemenade. Maar misschien heeft hij het wel aan zichzelf te wijten dat ook op dit moment zijn gekochte media, want zo kunnen we het toch wel noemen, er geen aandacht voor hebben. U mag even genieten van de geluiden en de rookwolken. Luc Hamer, jij bent de advocaat van Ruigoord. Is dit voor jou een dag van het finale verlies? Nee, dit is wel een dag van gemengde gevoelens. Omdat natuurlijk een hele hoop gebeurd is in de afgelopen jaren. En enorm gediscussieerd is over of deze haven er überhaupt wel komen moest of niet. Maar goed, dat is nu een feit. Dat is een politiek feit. Daar moeten we ons daarmee bij neerleggen. Maar er gebeuren tegelijkertijd ook een hoop dingen met het havenbedrijf die de moeite waard zijn. En die ook de toekomstige kunstzinnige enclave Ruigoord betreffen. Want er blijft natuurlijk in Ruigoord toch wel iets wat in de toekomst ook van betekenis kan zijn. Luc, je hebt jarenlang
procedures gevoerd om dit tegen te houden. Onder andere bij het Europese Hof in Luxemburg. Wat heeft dat allemaal uiteindelijk opgeleverd? Veel vertraging, maar verder nog iets? Het heeft zeker opgeleverd dat binnen bestuurlijke kringen van Amsterdam en de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld het besef is gegroeid dat dit soort projecten niet zonder behoorlijke milieuafweging kunnen plaatsvinden. En dat voor toekomstige projecten in het kader van het masterplan er wel 10 keer moet worden nagedacht of zulke milieuoffers wel moeten worden gebracht en of dat wel ergens goed voor is. Want jouw belangrijkste punt was dat de milieueffectrapportage rond Ruigoord, rond die Afrikahaven, eigenlijk onvoldoende zorgvuldig was geweest. Dat niet alleen, hij was zelfs nooit gebeurd. En het vorige plan is dan ook afgeschoten door de kroon uiteindelijk op voorspraak van het Europese Hof. Omdat er überhaupt nooit enige milieuafweging was gemaakt. Pas later is men dat gaan doen, omdat het niet anders kon. En dat is toch eigenlijk een vrij negatieve houding. Dat is een houding die in ieder geval in de toekomst ondenkbaar is geworden. En dat heeft deze procedure op zijn minst geleerd. Dankjewel, Luc Hamer. Ja, de gasten van het havenbedrijf die hoefden natuurlijk niet in het zand te drummen. Die werden keurig ontvangen, kregen eerst een keurige toespraak en mochten daarna op een boot de Jules Verne gaan kijken hoe het allemaal verliep. Keurig, 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 die bobo's. It's so quickly that does a quarterly survey on the quality of business clients through. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, Amsterdams Havenkoor, u zingt bij de opening van de Afrikahaven. Maar wat is de relatie tussen het Havenkoor en de haven nou eigenlijk? Het Amsterdams Havenkoor is opgericht en bestaat hoofdzakelijk voor en uit mensen die in de Amsterdamse haven gewerkt hebben of met rederijen gevaren hebben. En momenteel bestaat 80% van het koor uit leden die een dergelijke achtergrond hebben. Allemaal een relatie met het water dus? En allemaal, we zijn bijna allemaal Amsterdammers op een enkele uitzondering na. We hebben allemaal een relatie met het water. We repeteren ook in een café wat aan het water ligt. En zo houden we dat allemaal in stand. En daarom zijn we vandaag ook hier weer aanwezig bij de opening van de Afrikahaven. Het repertoire is Nederlandse havenliedjes? Het repertoire is Nederlandstalige zeemansliederen. Sea shanties, maar ook andere, sommige moderne liederen. We zingen dus zeer gevarieerd. Voor iedere gelegenheid wat wils. Dank u wel. Graag gedaan.
was er zo'n klein café. Daar zong ze bij harmonica, de zeemansliedjes mee. Op de voetige varen, wees voor met mij weer. Ik ben op de mond, op de voetige varen, wees voor met mij weer. Ik heb steeds aan zijn Johnny van Ouden al en Mokermobiel. De mensen denken dat je je alleen druk maakt om auto's in de stad en parkeren. Waarom ben je nu dan toch op die opening van die Afrikahaven? Mobiliteit zit natuurlijk ook in de haven. De boten, alles wat er op het water gebeurt. En de Afrikahaven is toch wel iets heel speciaals voor Amsterdam. Dat betekent dat we daar ook meer werkgelegenheid hebben. Daar stopt Amsterdam ook miljoenen guldens in. En aangezien wij ook natuurlijk in de commissie havenbedrijven zitten, zijn we vandaag een van de gasten om eens te praten met al die investeerders in Amsterdam. Investeerders in havens, investeerders in installaties. Maar die investeerders willen ook goede wegenverbindingen hebben. Hoe staat dat daar nu mee? Met al die plannen om Amsterdam af te grendelen met betaalspoorten en rekeningrijden. Iedere Nederlander die een auto heeft, die betaalt natuurlijk al. Dus we betalen al voor het rijden. Dus we zijn het absoluut niet mee eens. Het vervelende is, op Amsterdams gebied kunnen we zo weinig doen, omdat het allemaal in Den Haag ligt. Wij protesteren, wij doen het op onze manier, we laten dat blijken. En wij vinden eigenlijk dat er nu ook heel veel protesten uit de burgers moet komen. Of je het nou hebt over dat we daar ook allemaal nieuwe nummerplaten moeten hebben. Ik zag dat de Stichting Pro Auto zelfs nu iedere Nederlander oproept om de kosten daarvan bij minister Netelenbos neer te leggen. Nou, dat is al een protest. Het rekeningrijden, als je nu bekijkt, dan zie je gewoon dat we daar betaald in de files krijgen. En daar zijn we natuurlijk niet voor. En de oplossing bieden is toch, van de week was ik bij een symposium, daar werd gezegd door een vrij belangrijke man van TNO. Die zei, beseft u dat u door betaald rekening te rijden krijgt, hele rijke mensen naar Amsterdam trekt? Ja, verdorie, ook mensen die minder geld hebben, die hebben wat in Amsterdam te zoeken. Of het nou met hun familie is, of dat het nou is om welke reden dan ook, of als oud-Amsterdammer. En ik vind gewoon niet dat je nog meer alleen maar op de auto's, want dan krijgen we daar ook de vraag, moeten fietsers, moeten voetgangers, moeten boten extra gaan betalen? En nu wordt alles maar op de auto gedaan, of moeten we meer belastingen gaan betalen? De burgers van Amsterdam hebben ook gemerkt dat juist in deze zomer met CL 2000 en de Europese kampioenschap, ik mag geloof ik dat woord niet eens gebruiken vanwege de copyrights, maar met de voetbal, de hele stad ligt open. Overal wordt gewerkt, op de meest rare plaatsen, je kunt nergens meer in. En daar waar de Amsterdammer zijn eigen oplossing zoekt, komt de flitspaal om hem te bekeuren. Het is op het moment, vinden wij, een klerenzooi. Letterlijk op zijn Amsterdams gezegd een klerenzooi. We hebben net een persbericht uitgedaan, dat heet de nieuwe kleren van de keizer.
zoals iedereen misschien nog dat sprookje de weet. Nieuwe kleren of de nieuwe klerenzooi van de keizer? De nieuwe kleren van de keizer. En wat is er namelijk, dat was het sprookje dat de keizer bloot door de stad liep en niemand zag het. Tot een klein jongetje zei, hij is bloot. Nou, dat was het verhaal van het sprookje. En hetzelfde lijkt wel op die puinhoop in Amsterdam. We zien het allemaal, maar waar zijn de andere politici om met mij te roepen en nauwe vuist op tafel? Ik heb van de week de nieuwe stadsregisseur Art van Delden heb ik bij me geroepen. En ik heb echt gezegd, wat is hier aan de hand? Nou, hij was toch ook wel erg geschrokken van de puinhoop. Hij probeert dat er allerlei dingen komen. Een website, een aantal tv-uitzendingen waarbij mensen wekelijks kunnen zien wat er gebeurt. In de kranten komt er wat. Ja, maar de mensen hoeven helemaal niet op de televisie te kijken als je door de stad fietst. Dat is nou net wat ik wil zeggen. Waarom was ik zo boos? Ik heb van de week over een ritje van 8 minuten, 1 uur en 6 minuten gedaan. Omdat de keizer was en de dam was afgesloten. Daar zie je wat gebeurt. Daar ook als de Noord-Zuidlijn komt en wij geen oplossing hebben. Een A10 open ligt. Allerlei grachten, straten, weet ik veel wat. Die regie, als er niet snel wat aan gedaan wordt, is het inderdaad de nieuwe klerenzooi van de keizer. Dankjewel, Gonnie van Houden. En daar ziet hij Pierre staan van Kleurnet, Pierre Rezes, die met een heel klein cameraatje bovenop het schip de Jules Verne een interview doet. Het schip van de regenten, het schip van de bobo's. Keurig verzorgd allemaal. Daar valt niks op aan te merken. Belangrijke gasten. Met daaronder een aantal ambassadeurs van Afrikaanse landen. Want het ging tenslotte om de Afrikahaven. Op deze boot werden goed ontvangen. En middels natuurlijk een voordrachten en lezingen. En allerlei prachtige mapjes. Voorgelicht over wat die Afrikahaven nou wel kan gaan betekenen. Want daar draait het natuurlijk om. Er moet nu wel wat gebeuren. U zag daar ook nog even de heer Van Kemenade, commissaris van de Koningin. We zeiden het al, voor hem wel wat triest dat op deze voor de provincie zo belangrijke dag zijn TV Noord-Holland, nog AT5, zich liet zien. Maar misschien heeft de heer Van Kemenade dat wel een beetje aan zichzelf te danken. Zijn machinaties en gerommel, en ik zei het al, ik heb daar persoonlijke ervaring mee, zijn niet mis. En dit zijn wat beelden van Ruigoord. Waar men in ieder geval het beeld over de haven heeft laten uitkijken. Het beeld van Sint-Gertruida, de beschermheilige van Ruigoord. Die hier vanaf de andere kant, waar de heren bobo's en regenten dus helemaal niets van gemerkt hebben, over het water keek. Goed, we spreken met Martin Roonburg van het gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam. Kunt u vertellen wat er vandaag aan de hand is hier? Vandaag is eigenlijk het officiële startschot, de opening van de Afrikahaven. Dus het laatste havenbekken van de gemeente Amsterdam, van het gemeentelijk havenbedrijf. Hij wordt vandaag dus eigenlijk in de markt gezet, want de echte opening, dus het eerste echte bedrijven verwachten wij in de zomer van 2001. Dus het duurt nog wel even. Maar goed, de haven is nu bevaarbaar. Je kan erin met deze mooie grote boot. We vinden het een goed moment om de haven in de markt te gaan zetten en te gaan de markt mee opgaan. Omdat de bedoeling is wel dat in 2001 hij ook gebruikt wordt als haven. Dus met bedrijvigheid en werkgelegenheid daaraan. Om Nederland en om Amsterdam op de kaart te zetten? Amsterdam staat al op de kaart. De haven van Amsterdam doet het de laatste tijd ook erg goed. Maar we zijn gewoon aan de grenzen van onze capaciteit. De bestaande haventerreinen zijn bijna vol. We moeten dus verder. En dat verder gaan kan dus in deze Afrikahaven. Kunnen we nog wel een jaar of 10 voort, denk ik, met de Rijn uitgeven. En daar dus werkgelegenheid en activiteiten voor Amsterdam creëren. Over deze haven, er is natuurlijk wel wat commotie geweest rond deze haven. Kunt u daar wat meer over vertellen, uw visie daarop, rond Ruigoord en Groenoord? Deze haven heeft een hele lange voorgeschiedenis. Het begint ongeveer in de tijd van Joop den Uyl. Die vond dat Amsterdam naar het westen moest uitbreiden met zijn havengebied. Daardoor de gronden heeft opgekocht eind 60er jaren. Een deel heeft op laten spuiten ook voor een toekomstig petrochemisch complex à la Rotterdam Pernis. Op een gegeven moment hebben we toen de oliecrisis gehad. De economie had wat andere prioriteiten. Dus het is er niet helemaal van gekomen in die tijd. Ook door allerlei procedures en milieuactivisten die toen de kop opstaken. Dat was daarvoor eigenlijk een vrij onbekend fenomeen. Het heeft dus heel lang geduurd met juridische procedures. Alles netjes in dit land geregeld. Kunnen mensen heel lang dingen
waar ze tegen zijn, toch proberen tegen te houden. Dus al die juridische mogelijkheden zijn benut. Uiteindelijk na een jaar of 20 hebben wij dus toestemming gekregen om die haven daadwerkelijk te gaan graven. U heeft gewonnen? Uiteindelijk hebben wij gewonnen. Ja, wat is winnen? Ik denk dat de hele maatschappij gewonnen heeft. Doordat er nu een prachtig mooi werkterrein voor Amsterdam beschikbaar komt. Voor Amsterdammers en mensen die hier willen wonen en werken. Hoe kijkt u persoonlijk tegen de situatie aan van de demonstranten? Hoe ziet u dat? Ik snap dat u natuurlijk het gemeentelijk havenbedrijf vertegenwoordigt. Maar begrijpt u zij, hen? Ja, ik kan best voorstellen dat mensen andere prioriteiten hebben dan werkgelegenheid. Dus behoud van milieu. Dat spanningsveld hebben we in ons land eigenlijk altijd gehad. En ook nog steeds. Kijk naar discussies over de Maasvlakte, over de Betuwelijn. Dus op zich hebben wij dat spel gewoon moeten meespelen. Of ook meegespeeld. En uiteindelijk heeft het dus geresulteerd in een afweging door de rechter. Die heeft beslist, het economisch belang gaat in dit geval voor. Zij dat er in de Afrikahavengebied vrij veel natuur overgebleven is ook. En ook in de omgeving compensatiemaatregelen zijn genomen. Ook in het Afrikahavengebied zoals het er nu uitziet, uit gaat zien, is dus toch een groene oase overgebleven. Zijn het oude kern van Ruigoord met het kerkje. Er is dus een goed overleg met de kunstenaars nu gaande eigenlijk nog hoe het verder moet. Wonen kan dus niet meer als je daar een industrieterrein maakt, maar andere dingen die de heren en dames die daar woonden en wonen wel graag willen als kunstenaarsdorp, dat kan dus wel. Er komen dus ateliers in Ruigoord. De kerk wordt benut als een cultureel ontmoetingscentrum. Misschien wat horecaachtige dingen. Dus het blijft een rustpunt in de haven. En eigenlijk is het ook wel heel goed. Het spanningsveld tussen economie en milieu komt er eigenlijk gewoon daadwerkelijk tot stand. U had het over het poldermodel toen net. Dat het wel heel erg viel. Ik bedoel, het is eigenlijk, je hebt partijen die een jaar of 20 met elkaar in de clinch zijn over hoe het verder moet. Uiteindelijk is er een uitspraak van de rechter. En dan zie je toch dat in Nederland de partijen dan toch weer om de tafel gaan zitten om te kijken wat er daarna moet gebeuren. En eigenlijk hebben we elkaar heel goed gevonden in het oplossing zoals het nu is. Dus er is een goed overleg van het havenbedrijf met de bewoners en kunstenaars van Ruigoord over de toekomstige ontwikkelingen daar. Zij hebben een plan ingediend, wij hebben een plan ingediend. Die plannen bleken wonderwel op elkaar aan te sluiten. Dus in goed overleg wordt er nu gebouwd aan een nieuw Ruigoord, waar dan helaas niet gewoond kan worden, maar wel gewerkt met ateliers. Is het een zegeviering voor het poldermodel, zou je zeggen? Het is wel een mooi voorbeeld van hoe het in Nederland toegaat. In andere landen gebeurt het anders. Dan beslist iemand dat het anders moet. En dan moet iedereen die daar anders over denkt, moet wijken. Hier hebben die mensen toch nog een plek kunnen blijven houden. Ook in een nieuwe omgeving die er straks gaat ontstaan. Dus ik vind het op zich, het poldermodel kost ook tijd. Dat hebben we ook gezien. Maar het is net op tijd klaar. Ik bedoel, we zijn door onze havengrond heen. We kunnen nu hiermee verder acquireren. En dat is ook de bedoeling een beetje van deze dag. Maar ja, dat stroomt natuurlijk ook meteen weer vol natuurlijk. Hè? De capaciteit worden verbreid. Maar verwacht u niet dat u weer zult willen gaan uitbreiden? Ik denk dat voor wat het Amsterdamse gemeentebestuur betreft de grens van het Amsterdamse havengebied nu bereikt is. De toekomst van de haven gaat dus daarmee niet definitief op slot. Die zit dus verderop in de regio. En volgens het masterplan wat voor het hele gebied tot IJmuiden gemaakt is, zit onze toekomst dus meer aan de noordkant van het Noordzeekanaal. Dus dan kom je in de Noordwijkermeerpolder en in het Velsense Beverwijk en IJmuiden terecht. En een deeltje in Zaanstad. En dat zullen de toekomstige ontwikkelingen zijn. Goed, dank u wel voor dit interview. Ja, oké.